De meeste ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf verdienen een modaal salaris. Maar CEO's van multinationals zijn soms goed voor miljoenen per jaar. Hoe reëel is dat? Is het terecht dat sommige topmanagers worden beschouwd als grote graaiers? Hebben bonussen werkelijk effect op prestaties? Of ondermijnen ze vooral de arbeidsmoraal? En wat verandert er in je bestaan als je werkelijk veel geld hebt? Ik had een salaris van 900.000 euro en een bonus die in 2001, geloof ik, 60.000 euro was. En vervolgens 25, 30, 40, 50, 75 procent. Het grappige is... Kreeg u het op eigenlijk? Nee, gelukkig niet. Nee, want gelukkig, ik heb het nog. Ja. Nou ja, daar is daarna ook nog wel wat anders gebeurd. Nee, dat is nog wel bijgekomen, maar ik bedoel, nee, dat kreeg ik niet meer op. Nee. Als je een optieregeling hebt, dan ga je natuurlijk ook extra hard werken voor de beurskoers. Nee, althans, dat is niet mijn ervaring, dat is niet mijn insteek geweest. Kijk, je spreekt met elkaar af wat de doelstellingen van de onderneming zijn. Ja. Voor mij was de doelstelling het behoud van de zelfstandigheid van de onderneming. Van de op bank. De langere termijn. Van de bank op de lange termijn. Maar je hebt er belang bij dat het goed gaat. Natuurlijk. Maar dat zou, maar ook een financieel zijn. Belang bij. Ja, natuurlijk. Maar het zou ook idioot zijn als je geen belang had bij het, dat het goed nou gaat. Nou ja, uw voorganger, ABN-man Rob Hazelhoff, die wilde nooit opties. Maar nee. Die zei, ik vind dat ik al een heel mooi salaris heb. Valt er wat voor te zeggen? Daar is moraliteit zeker niks tegen te zeggen. Ik deelde zijn mening niet. Hoewel ik het zeer respecteerde dat hij die keuze maakte. Hij stond natuurlijk net aan het begin van het... Toen hij wegging, kwamen de eerste opties. Ja. Dus het was voor hem ook nog vrij makkelijk om te zeggen... Nou ja, ik heb dat medeleven nooit gehad. Ja, het had hem toch wel geld opgeleverd. Het waarschijnlijk had hem, ook geen tientje. Nee, het had hem waarschijnlijk nog wel geld opgeleverd. Maar daardoor is natuurlijk ook wel het karakter van het bankwezen veranderd. Hè? Nee. Want banken waren ooit de hoeders van de economie. Het belangrijkste instrument van een bank is vertrouwen. Maar bankiers gingen natuurlijk ook voor zichzelf werken. Voor hun bonus en voor korte termijn succes. Maar waarom trekt u die conclusie nou? Dat staat toch nergens op? Omdat dat voor de hand gaat toch niet voor zichzelf werken? U gaat geheel voorbij aan de verantwoordelijkheid die een topbestuurder van een bank heeft voor het bestaan van zijn onderneming. Daar staat hij voor. Maar dat ziet hij terug op zijn bankrekening. Ja, maar dat is een consequentie die misschien erachteraan komt. De beloning van de toponderneming die bestaat uit verschillende elementen. Die verschillende elementen die belonen verschillende... uitkomsten. Ja. Het vaste salaris, dat is bewijs van spreken voordat je elke ochtend om 8:30 op kantoor komt en om 6:00 naar huis gaat. Dat is niet interessant. Dat is niet interessant. Dat is in de hiërarchie. Dat is meer een aanwezigheidsbetaling. Een soort aanwezigheidsbetaling. En natuurlijk moet daarvoor een normale prestatie worden geleverd. Hè? Een normale prestatie, daar is je salaris voor. Dan heb je een variabel beloning die wordt gebaseerd op jaarlijkse doelstellingen. Dat kan van alles zijn. Hm. Bij ABN AMRO was dat lang niet allemaal. De winst. En dat werd niet altijd gehaald, toch? En er werd ook in belangrijke mate niet gehaald. Veel mensen zien topmanagers, met name in de financiële sector, de laatste jaren als gewetenloze graaiers. Hè? Is dat terecht? Nee, ik vind het volkomen onterecht. Ja? Ja. Ja. Mijn perceptie is, en ik spreek natuurlijk voor mezelf in eerste plaats, maar ook wat ik gezien heb om me heen, niet alleen bij ABN AMRO, maar ook bij mijn collega-bankiers, dat de integriteit aan de top is voor mij niet en ter discussie. En ik beschouw dus een onderdeel van de integriteit dat je integer werkt aan de doelstellingen die er voor de onderneming liggen. Mm-hmm. En dat betekent dus niet dat je dus gewetenloos werkt voor je eigen portemonnee. Veel. De minister-president die heeft misschien nog wel oneindig veel meer verantwoordelijkheid en last op zijn schouders dan de CEO. En wat moet er dan veranderd worden? Dat salaris van de minister-president of van de CEO? Nee, ik vind eerlijk gezegd dat je die twee dingen niet met elkaar moet vermengen. De publieke zaak die heeft zijn eigen dynamiek. En het is aan de publieke zaak om te bepalen wat zij vindt dat publieke gezagsdragers mogen verdienen. Ja. En kennelijk hebben ze tot nu toe steeds gemeend dat dat sterk onder controle moet worden gehouden. Ja. Dus, en dat is trouwens niet alleen in Nederland, maar dat zien we toch in de meeste landen. Hmm. En de publieke zaak is een andere zaak dan de vrije ondernemersgewijze. Het is opvallend dat je weinig grote mensen uit het bedrijfsleven in de politiek ziet opduiken. Heeft dat hier ook mee te maken? Met beloning? Ja? Nee, ik denk het niet. Nee? Het zou voor mij geen overweging zijn geweest. Toen u in 2007 wegging bij ABN AMRO, kreeg u een enorm bedrag mee. Hè? Een afvloeingsregeling en een uitbetaling van aandelen. Dat was in totaal 26 miljoen. Ja, ik kreeg maar twee salarissen mee. De rest was gewoon mijn onderdeel. Maar 26 miljoen klopt toch? Ja, maar dat kreeg ik niet mee.
Dat werd toch op uw rekening gestort? Althans, nee, ik had aandelen. Die heb ik net als alle andere aandeelhouders heb ik die ingeleverd. Ja. En dat heb ik net als alle aandeelhouders van ABN AMRO. En toen kreeg u dat geld op uw bankrekening? Ja. Maar u hebt het geld gekregen omdat het ooit zo is afgesproken? Ik heb het niet gekregen. Nee, maar die aandelen? De aandelen die heb ik verdiend door de performance van de bank. Hebt u er toen ook over gedacht, gezien de situatie, om het niet aan te nemen? Nee, ik heb geen seconde overwogen om het niet aan te nemen. Nee, van wie zou ik het niet moeten aannemen? Van RBS? Van Fortis? Nee, dat u dacht, ik neem dat geld niet aan. Van Fortis, van RBS? Nee, niet van iemand, maar gewoon van de... Want het ging uiteindelijk om aandelen die u bij ABN AMRO had. Ja, maar dat geld dat kreeg ik van die drie kopers. Juridisch klopt het natuurlijk wat u zegt. Maar er zit ook een morele kant aan de zaak. Hè? Ik bedoel, die bank is in stukken gehakt. Er is enorme maatschappelijke onrust. Er zijn duizenden mensen bang op dat moment voor hun baan. En u zegt samen met de rest van de Raad van Bestuur en andere mensen, ik heb recht op dat geld. Dat staat toch los van elke maatschappelijke realiteit? Nee, maar u begint weer opnieuw. Ik heb recht op het. Ik heb niet recht op. Ik heb aandelen ABN AMRO. Ja. Uw grootmoeder en uw moeder hadden waarschijnlijk ook aandelen ABN AMRO. Die hebben ze ook bij. Maar er is op een dag afgesproken dat u die aandelen zou krijgen. En dat is niet door Fortis afgesproken. Dat hebben jullie gedaan toen de ABN AMRO nog bestond. Ik niet. Nou, wie dan? De Raad van Commissarissen. Ja. Ja, de Raad van Commissarissen heeft een beloningsbeleid ontwikkeld. Maar, meneer Groening, niemand is toch dat soort bedragen waard? Ik heb te maken met het enkele feit dat een beloningssysteem wat ontwikkeld is door de Raad van Commissarissen, niet door mij. Mm-hmm. Ik heb wel ja gezegd tegen het beloningssysteem. Ik akkoord, daar werk ik voor. Ja. En dat beloningssysteem dat leidt tot de situatie dat er aan het eind door een volstrekt onvoorziene prijsstijging van het aandeel ABN AMRO, dat pakket veel meer waard wordt dan wie ook ooit gedacht heeft. Ja. Zeker de Raad van Commissarissen niet, maar ik ook niet en mijn collega ook niet. Ja, maar kijk, het moment dat u dat uit laat betalen is veel minder interessant dan het moment waarop jullie bedachten dat dat best wel kon. Ik heb dat niet bedacht. U zegt het weer. Ik heb het niet bedacht. U gebruikt dezelfde journalistieke trucs, misleidende woorden die een verkeerde, insinuerende indruk geven. Wat steeds gezegd als werd. Als ik u zeg, jullie hebben jezelf bonus gegeven. Ja. Dat is niet waar. Ik heb het woord bonus niet genoemd. Nee, jullie hebben jezelf die regelingen gegeven. Ja, nou, u hebt het in elk geval goed. En ik zeg u meteen, die regeling komt van de Raad van Commissarissen. Twee zinnen later weer, jullie hebben. Maar snapt u dat het me fascineert? Dat je gewoon dat niet raar vindt dat je afspreekt dat op een dag dat je weggaat, dat jij dan 15 of 20 miljoen meekrijgt. Maar ik krijg het niet mee. Ik zeg nou nog, ik begin weer met u krijgt het mee. Het is geen bonus, maar u had aandelen die u dan kon verzilveren. Ja, maar die heb ik natuurlijk over de loop van 20 jaar verzameld. Maar snapt u dat dit soort dingen... Ja, maar u doet mij in de hoek van graaier. Ik heb mezelf nooit één aandeel gegeven. Ik merk dat het u emotioneert. Ja, omdat u voortdurend insinuerende opmerkingen maakt. Even in de marge. Dit is wel, zoals bijna alle Nederlanders naar kijken, het is onbegrijpelijk. Nee, maar verdiept u nou eerst eens een keer in de maatregelen van het geheel. Dan weet u ook dat de banken vanaf 1990 begonnen zijn met aan hun medewerkers opties en aandelen te geven. Is dat iets waarvan u denkt, ik had het misschien toch niet moeten doen? Want dit is het me niet waard geweest. Die hoon, de reputatieschade. Nee, absoluut niet. Nee, want ik ben het er namelijk niet mee eens. Ik ben het met de stelling niet eens dat dit niet zou kunnen. Dat dit niet zou mogen. U hebt zichzelf er toch wel mee op het strafbankje van de geschiedenis gezet, hè? Althans, daar bent u beland. Nou, dat is uw interpretatie. Daar teken ik niet voor. Dat snap ik wel, want het is niet een rol die je kiest. Nee, nee. Maar u bent in de ogen van veel mensen persoonlijk het symbool geworden van dat grote graaien waar we het eerder over hadden. Nou, dat is buitengewoon betreurenswaardig. En helaas kan ik dat beeld niet herstellen. Is het een kras op uw ziel? Ja, absoluut. Ja. Nou, niet een kras op uw ziel. Wat mij persoonlijk, wat de opinie die over mij is, want daar ben ik het niet mee eens. Dus dat kan ik heel simpel. Ja, maar dat is toch vervelend? Nee, natuurlijk, het is heel vervelend. Een kras op mijn ziel heb ik van het feit dat we er niet in geslaagd zijn met z'n allen in dit land om de bank in bij elkaar te houden. Ja. Daar heb ik een kras van op mijn ziel. Niet van het fenomeen, het feit dat er heel veel mensen in Nederland onnadenkend en ondoordacht een opinie hebben over mij als toonbeeld van de graaiende bankier. Nee. Want dat zit u niet dwars? Nee, want dat is niet zo. Dus ik vind het vervelend dat opinie bestaat, maar ik heb geen schuldgevoel, want ik ben het niet.